Terwijl we hier staan, zijn de leiders van de gezamenlijke vakbeweging in onderhandeling met de regering. En de leden vanuit de verschillende vakbonden, die hebben rustig gewacht op het resultaat. Maar toen de vakbondsleiders buiten zijn geweest, hebben zij dus aangegeven nog steeds in onderhandeling te zijn met de regering. En dat er nog op een antwoord afgewacht moet worden. De leden zijn gevraagd om weer naar huis te gaan. De dag op de acties op deze donderdag, dat is er allemaal begonnen bij Kwaku. En de mensen hebben toen vervolgens gelopen naar het kabinet van de vice-president, op dit moment de waarnemend president van Republiek Suriname, Ronnie Brunswijk, waar dan Brunswijk de aanwezigen heeft toegesproken en ook duidelijk heeft aangegeven nu zelf gewoon naar een oplossing te willen. Want men is al een aantal dagen in acties, de scholen zijn gesloten en dat kan niet meer gezond zijn voor een natie, zei waarnemend president Ronnie Brunswijk. Thank you for coming. Ja, het feit dat u er weer bent. Ik kijk naar jou. Ja, daar zien we dus duidelijk dat u dat in voelt en dat u een oplossing wil. Wij gaan vandaag, of althans zometeen, gaan wij lopen naar de richting van het regeringsgebouw. En dan gaan wij daar proberen om een onderhoud te hebben met de waarnemend president van de Republiek Suriname. Zijn excellentie Ronnie Brunswijk. Zoals u weet, hebben wij een motie ingediend bij de president, laatstleden. En de president is thans uitlandig. De directeur van het kabinet van de president, die heeft weliswaar de motie in ontvangst genomen, waarbij hij heeft aangegeven dat hij in elk geval ervoor zal zorgen dat de president inzage in de motie heeft en dat hij in elk geval in contact is met de president. Wij vinden in elk geval dat wanneer dit soort zaken spelen, er is onrust op die arbeidsmarkt, en wij willen dat probleem oplossen, dan moeten wij in elk geval aankloppen bij de vervanger van de president hier te landen. Vandaar is dat wij u hebben opgeroepen en wij hebben dus besloten dat wij gezamenlijk als werkende klassen, als werkers, als burgers van dit land die gebukt gaan onder deze maatregelen, dat wij zeggen wij gaan samen met u richting het kabinet van de waarnemend president, dat is hier bij het regeringsgebouw aan de Sofie Redmondstraat. Wij gaan zoals laatst, wederom, heel erg ordentelijk, vredig er naartoe. Ik vraag aan de ordendienst om erop toe te zien zoals wij dat laatst hebben gedaan. Ervoor, ertussen, erachter, eromheen. Om goed op te letten, uw ogen goed de kost te geven. En het moment dat u iets ontdekt, dat mensen van plan zijn om andere dingen te doen, dat wij gelijk ingrijpen. Omdat wij geen voorstander zijn van onregelmatigheden tijdens deze vredige loop. Daarmee zijn wij bezig, ja, heel vredig, en dat gaan wij dus ook doen. Daarvoor zorgen wij, wij gaan alles eraan doen. Natuurlijk ook, u allen, u heeft de verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat alles ordelijk verloopt. Op het moment dat u iets signaleert, schroomt u niet om gelijk een sein te geven. Er zijn genoeg mensen eromheen die kunnen ingrijpen. Verder, laten we proberen om aan blok te lopen. Met dien verstande dat we niet dus te verspreid gaan lopen. En alles verder ordelijk laten. Ik ga u niet zeggen dat u geen leuzen mag scanderen. Dat mag. U mag uw misnoegen uiten. Maar laten we dat ook op een respectvolle manier doen. Heb ik u? Ik heb u! Yeah. Wij hebben u! Yeah. En u heeft ons! Thank you.
hier met maar één doel. En dat is, we moeten eind van de maand meer geld in ons zak over hebben. Om, om de verhogingen te kunnen compenseren. We zijn niet hier voor loonsverhoging, maar bijzonder min money de man die you. Je bent al zo. Dus de achterstand die je dusdanig. Wat we willen doen is proberen om te overleven. Begrijpt u? Tenminste deze 18 maanden moeten we nog proberen om te overleven. Dus houdt u zich rustig. We willen eerst overleven en dan leven. Maar je denkt dat moeilijk om overleven dan nog niet. En de jullie meest afstand. Ik ben de strijd! En de strijd! Naar buiten komt of als hij een delegatie naar binnen roept. Wat het ook is, mensen. Wat het ook is. Even. Wat het ook is. Belangrijk is ons doen. Dat moeten we niet uit het oog verliezen. Niets dat wij doen. Althans, in alles dat wij doen, moeten wij het doel voor ogen hebben. Ja. Als het doel is dat wij onze problemen moeten brengen bij de waarnemend president, hoe het dan ook gebeurt, belangrijk is om dwing. Yes. Ja, dus als hij naar buiten komt of niet, of als wij naar binnen moeten aan delegatie, dan wachten we even rustig. Dan wil ik dat gaan gaan. Als we ons recht moeten accepteren, dan wil ik even staan zijn. Ja, maar we blijven ordentelijk. We doen zo ons doel. We hopen natuurlijk dat we elkaar door zijn. Ja. Nog één moment, mensen. Als je even luistert, dan hoor je. Ja, dag, als dag. Als de waarnemend naar beneden komt en even met de delegatie praat. Hij komt eerst even naar buiten en dan, of hij kan vragen dat wij 2 minuten willen blijven, maar we voorstellen dat hij naar buiten komt in de groep en dan gaat de delegatie stappen. Oké? Okay? Maar hij komt naar buiten. Hij moet naar buiten komen, hoor, mensen. Hij moet naar buiten komen. Wat de verkiezingen zijn ze allemaal buiten. Knap Jana de Rosee en wat pide man. Dus men moet als eerst naar buiten komen. Dat is het ding. Rustig tot en met nu toe. Maar meelijk heeft wat nieuwe president nodig, met begrijp ono. En die deed ik contact na ono. Dat jere, alles wat we doen, afvolg, ik bepaal zijn naar kondere. Ja toch?
En dan volg ik bepaald zijn ze naar Kondere vandaan dat we dat hier hebben. En voor een lukkoel, dat we stak in dat jij jouw neus in een zoek dat hij als voet doet. Oké, omdat we nu naar een volk. En toen dat we kon aan de president of vice-president, dan zijn jullie vrij om te komen. Ja toch? Daarom heb ik het aan ons doen dat hier. Alles wat we doen, lukt vice-president, mij op begrip doen. Ja? Natuurlijk, als je ziet dat die alibi hebben jullie deze en dan inderdaad, het is wel deze ABTW kwam taboe, dat je begrijpt om vanaf te. Ja toch? Maar mijn mensen, om zelf ook toe dat die akondre, atran inderdaad. Maar hoe noemde dit toch? Hoe noemde dit? Vandaar dat dit idee om dit jaar zo, en mijn leven mee naar UNO, En ik ga denken dat idee, de leiders leven van koeien in dit jaar zo. En mina gaat ook taki. En vandaag moeten we een oplossing vinden. Idee is er een goede oplossing. Omdat we antwoord hebben voor een samenleving aan de boom. Schoren de, dit is nog de, dat heb je voor een leider onder. Vandaar dat we taki het idee, hoe een oplossing moest gaan in authority idee. Ja? En we beginnen, ik wil horen rustig mooi, misschien breed. Ja, bij dan ben ik ook aan het doen. Ja, ik ben ook aan het doen. Omdat afvallen voedsel aan, afvallen altijd met de bouwbakken. Ja? Maar kiezen de van dat de leiders de jaar zo. Dus, oké mensen, dat u sabi, dat dat BTW, nou afding, heb je zo'n zij strop nou, nek, als dat nog hier nou. Ja toch? Dat is gewoon strop nou, nek. Maar, in ieder geval, alle problemen zijn gewoon, unalibisme, en samen, we gaan los een probleem op. Ik kan tell you, we want tell you what sani. We want tell you what sani dat die, A BTW is een wet die gemaakt is in het parlement. Ja? En als A BTW moest draaien terug, dan gaan we terug naar het parlement. Ja toch? Dan gaan we bakken naar het parlement. Maar in ieder geval de leiders dit jaar zo. De leiders van dit jaar. We want absoluut goed en rustig. Dan ga ik met die leiders naar binnen. Dan gaan we contacten met draaien komen. Maar ik zal het als zo'n vijf in. Dat zal van we doen. Wat ga je naar zo? Dat voor uw gelegenheid dat de leiders en de jaso dat we contact naar de IC voor een oplossing. Ja? Wanneer kon na een probleem, maar we lossen een probleem op die idee. Ja toch? Dan is Aksu even geduld met u horen dat we tegen tiefde leiders, dat we gewoon de IC 15. Ik hoor hier 15 leiders. Die daar komen, ja. Dat mijn actie met z'n even. Even uw aandacht. Precies de fout dat ik die doen naar een oplossing. Ik wil het nu hebben ook. Ja toch? Vandaan dat we zeggen. 15 leden gaan naar binnen en dan komen we terug bij u. Ja? Dank u voor uw begrip. Dank u wel. Even alsjeblieft. Mensen. Uno komt ja. Oké, als je mond even houdt. Mensen, weet je wanneer je succes hebt? Wanneer je laat zien dat je leiders respecteert?
Wanneer je laat zien dat je leiders respecteert. Wat wij nu aan de VP gaan vragen, door de president. Er is een lange brief, maar een korte samenvatting. Dat gaan we even lezen voor u. Laat mevrouw Grumper. Waar ben je? Goeie, oké. Ja, mensen, we hebben een brief opgesteld voor de VP, de waarnemend president. En voordat wij naar binnen gaan, is het goed dat u even kennis neemt van de inhoud van die brief. Ja, en mevrouw Klumper, Olisa brief even doen. Dus even uw aandacht. Zijn excellentie, waarnemend president, Ronnie Brunswijk, Paramaribo, 16 november 2023. Het betreft het standpunt samenwerkende vakorganisaties met betrekking tot de voorstellen van de BTW. Excellentie, als gevolg van de bespreking van 11 november 2023 tussen de president van de Republiek Suriname en de afvaardiging van samenwerkende vakorganisaties is er een sessie geweest met het ministerie van Financiën en een delegatie van de bedoelde vakorganisaties. De afvaardiging tijdens de regering stond onder leiding van de minister van Financiën. Zoals tussen partijen afgesproken is, heeft de regering het resultaat van deze sessie schriftelijk aan de gezamenlijke vakorganisaties doen toekomen. Intussen hebben wij dit schrijven aan onze ALV voorgelegd. In onze aangehechte bijlage gelieve u de reactie van de ALV te vernemen. Op u doen wij andermaal het beroep de onderhavige materie met ons zodanig aanvaardbaar af te wikkelen. Tevens benadrukken wij het uitgangspunt dat de werkgever erop zou toezien dat er geen rancuneuze maatregelen zullen worden getroffen tegen organisaties en of personen die aan deze rechtvaardige vakbondstrijd deelnemen. Duidelijk! Op u doen wij verder het beroep de minister van Financiën in kennis te stellen van dit schrijven. In de verwachting dat u ons zo spoedig mogelijk uitnodigt en Grantangi, Masra Brunswijk, want we begrijpen dat we zo straks zullen aanvangen met die besprekingen. Met inachtneming van de motie, zoals die is ingediend bij het kabinet van de president, verblijven wij met de meeste hoogachting. Strijden, strijden! Mensen, we strijden voor de vara. Dat maar even. Oké, dankjewel. Arkie, mevrouw Klumper, Sonnet. En natuurlijk, daarvoor wil ik gewoon zien naar 15 sma. En mijn hoop, maar mijn bril ook toe dat ik toen qua door de zeebakken oplossen. Ja, dankjewel. Mensen, voordat we naar binnen gaan, hoe staat dat? Hoe leef het trouwens aan de kering? Dus, wat we ook gaan afspreken, we willen het zwaar op wit. Hoe leef het takkijal? We willen het zwaar op wit. En wat je moet weten, we gaan binnen praten zonder chowmin. We gaan zonder chowmin binnen praten. En, VP, is dat nou iets? Ik moet u nog een heel belangrijk ding meedelen, omdat we gesproken over rancune. Maar terwijl we hierover praten, heeft meneer Amoxi videobeelden laten opvragen om meneer Eik bij de functie te stellen. Begrijpt u? Terwijl we daarover praten, heeft die valse nummer 9 videobeelden laten opvragen om Eik bij de functie te stellen. Oké, we gaan niet meer praten. Mensen even kijken. Als dat hier, wat betreft rancune en als dat hier, ik moet dan wel rechtvaardig strijd bezig. Rancune nog aan koïsie. Ja toch? Dus we gaan voor naar koeien. We moeten geen rustig, we gaan praten. Ja? Dank u wel. Wij zijn
We zijn boven in een bespreking met de waarnemend president, waarbij ze ook aanzitten. De minister van Defensie, mevrouw Matura, meneer Abia Mofo, de voorzitter van de assemblée, die zit er ook bij. Meneer Raghu Barsing ook, de minister. En, ja, en meneer McEnroe, ja. In elk geval, we hebben conform uw opdracht de eisen van ons op tafel gezet. En er zijn een aantal zaken daar natuurlijk aangehaald. En wij zeggen van nee, onze leden die gaan dat niet accepteren. Toch? Voor ons is principieel dat die 5% op die 5% BTW terug moet van benzine. En we blijven principieel daarop en we zijn nog niet eruit. We zijn niet eruit en we hebben gezegd, wij gaan door met de besprekingen. Maar wij zijn hierbij gekomen om u dit te zeggen. En u te zeggen, of te vragen dat u voor vandaag alvast naar huis gaat. Ja, we horen het daartoe zo lang. Omdat we een mopo uit aan die studie, of tenminste op dit moment niet. We gaan in een grote band straks. Met een grotere vertegenwoordiging van assemblée ook erbij zitten. En dan gaan wij verder praten. Ja, maar we hebben begrepen dat het regent. Dus daarom zijn we gekomen. U wordt straks via de geëigende kanalen weer om oproepen. Maar gelooft u ons, wij blijven bij het standpunt dat u heeft gezet. En wij gaan proberen natuurlijk om alles te halen wat we moeten halen. Ja, u hoort natuurlijk later van ons wat we morgen gaan doen. Dus blijf in contact met uw bond. Ja, u hoort het straks. Maar vandaag alvast bedankt. Wij gaan door hier zo.